Go Ahead Kampen is de hekkensluiter in de hardklasse C, maar had wel degelijk de eerste kans in de wedstrijd. Die komt op namen van Elkjo Gnodde. Binnen 40 seconden kan hij Kampen op voorsprong zetten, maar dat lid er nee. En dan neemt Harkemse Boys de wedstrijd oer. Maar deze solo van Jelmer Slager, die kan alleen nog maar op deze wijze afstappen worden. En dus hebben we een vrije trap op de punt 16. En de vrije trap binnen gevaarlijk van Roel van der Meul. En die flint erin. Het leek het dat er net onrekken wordt, maar dat doet er wel. Het is Martijn Barto die de bal toucheert. En dus kan Barto een doelpunt bijschreeuwen. Het is 1-0 in de 23e minuut van de wedstrijd. En dan krijgt Harkemse Boys help van keeper Kees Kostwinder, die het helemaal verkeerd waarom speelt. En Barto profiteert deerlijk. Zijn tweede treffer een paar minuten na de 1-0. En dan sjocht het er goed uit voor de Boys. Roel van der Meulen spelen een hele kreeze wedstrijd. De paas van René van der Wij en dan Barto voor de hat-trick. Binnen het Jelhoeren een riante 3-0 voorsprong. En het lijkt erop dat Harkemse Boys de vorm wel wat waarom had van de oren het twee seizoen. Zit in de blessuretijd van de eerste helft, de 48e minuut. En skokker op Barto voor 4-0. En dan hadden de Boys een hele riante uitgangspositie. En wat bloeit er dan oer voor de tweede helft? Kan die accu nog wel eens opladen worden? Nou, voor eerst al, want het is hier Oebele Skokker die Stuart Barto op paad. En in de 16, daar wacht het Arjen Postma. Oh, prachtig hakje. Oebele Skokker, die liet de bal dan te verspillen, maar maakt het dan saa. Binnenkant peel, 5-0 na 51 minuten. Oebele Skokker, hij is misschien wel het toonbeeld van de man die begin van het seizoen nog net de vorm hier en nu weer ouderwets op dreef is. Hij houdt het oersjoch en scoort heel beheerst. En nog is het net dien. Het Irma Go Ahead Kampen maar Tashien dat diezelfde Oebele Skokker met deze voetbeweging en stift de 6-0 ontekent. Het is voor Harkemse Boys de grootste seizoensoverwinning. Twee goals hier in zijn eerste vier wedstrijden. Het tweede blok van Fjouwer had een zandje doelpunten en ze doggen weer helemaal mee.